Deze nieuwsuitzending, die is voor het slapen gaan. Dus ik zal mijn stem in de gaten houden. Geen vieze woorden, geen emoties. Jullie hebben de hele dag niks gedaan waarschijnlijk. Ik weet niet wat je hebt uitgefroten met je lichaam, maar dat zal wel weer ergens nergens op hebben geslagen. Wat doet een mens nou overdag eigenlijk? Steeds de same old, en dan wel voor een minimum vergoeding of zo. Ja, voor minder dan dat kom ik mijn bed niet uit. Maar goed, je hebt je nutteloze werk gedaan. Of je was iemand zoals Wim Kruidentuin. Ja, die werkt. Ja, niet elke dag, maar dat hoeft ook niet. Die is ook al tegen de 65. Maar die werkt. Als die werkt. En dan is die moe. En die luistert niet naar dit gehouden hoor. Maar jij bent misschien helemaal opgefokt. De kutbaan heb ik. Of weet ik van wat. En je ligt in bed en je wil in slaap vallen. Nou, ik ga een uur lang ouwe horen. Dus maak je tieten maar nat. Hou het lekker rustig. In je hart. En waar zullen we het over hebben? Wat is nou het leukste? Zullen we het hebben over CO2? Dat is best een leuk onderwerp, toch? Iedereen is helemaal de kakel over de CO2. In Den Haag zitten ze te vergaderen van ja, wil je meer of minder CO2? Ja. What do I care? Wil je meer of minder barium? Wat nou ja? Ja, maar als de CO2 te hoog wordt, dan krijg je klimaatverandering. Dus wil jij hetzelfde klimaat houden in Nederland? Of mag het van jou veranderen? Nou, van mij mag het veranderen. Helemaal geen moeite mee. Wat zijn de voorspellingen? Welke kant gaat het op? Ja, het wordt steeds warmer. Oh, dat lijkt me een goed idee. Nou, prima, oké. Ik ben voor klimaatverandering. Voor mij mag het warmer hoor in Nederland. Is goed voor de planten. Ja, maar als het heel warm is, dan wordt het ook heel droog. En dan gaan de planten dood. Ja, daar heb je een punt. Maar daar kunnen wij wat aan doen. Is er water genoeg hoor. Een beetje opslaan. Meer gebieden moet je maken. Ja, dan kunnen vissen lekker lopen vissen. Ja, vis. Ja, als dan de droge periode aanbreekt, dan komen die boeren, die komen langs en van die tankwagens. Waar die stront in gezeten heeft. En die wordt volgepompt met water. En dan gaan ze dat water vermengd met stront. Zonder meer een goed idee. En dat sproeien ze uit over het land. Nou, klaar. De temperatuur is erg belangrijk voor een plant. Er is een... Wat is dat nou? De Arbo. Dat is zo'n museum, een plantenmuseum. Arboreticum of zo? Dat heet anders. In Amsterdam. Van die tropische planten. Die hele grote joekhols. Die hebben warmte nodig. Bananen ook. Veel zonneschijn en warmte. En CO2.
Zonder CO2 heb je geen planten groeien. En wat een plant doet, is de verbrande koolstof, dat heet oxideren, omdat er zuurstof bij komt. Hè. Oxide, dat is zuurstof. Oxygen, zuurstof, dan komt er zuurstof, wordt verbonden aan koolstof en dan krijg je CO2. Dus dan heb je één koolstofatoom en één zuurstofmolecuul. En ja, die komen bij elkaar en heb je CO2. Ja, dat heet oxideren of verbranden. Er komt energie bij vrij, by the way. Nou, en die CO2 die wordt geabsorbeerd door planten. Die planten hebben een goedje, dat heet chlorofiel. En dat is groen van kleur, omdat het zowel rood, dus de onderkant van het spectrum, absorbeert, als violet, of blauw-violet, de bovenkant van het spectrum. En het middenstuk, dat wordt niet geabsorbeerd. Laat maar zitten. Ze hebben die warmte nodig, dus dat infrarood. Dus dat rood en nog. En ze hebben die hoog energetische nodig, dus UV of ultraviolet. De hoge kant van het spectrum. En dat wordt geabsorbeerd door chlorofiel. En planten absorberen die zonne-energie. En ze gebruiken die energie om dat CO2 te splitsen tussen C en O2. Nou, die O2 die gaat eruit. Een plant levert zuurstof op als die groeit. Alleen als die groeit. Als een plant groeit, dan komt er zuurstof uit. Heel handig. Nou, dan heb je weer plantenmateriaal. Klaar, dan kan je opeten. Het ligt eraan wat voor plant je hebt. Een Sansevieria, dat is niet te vreten. Een dennenboom, dat is niet te vreten, man. Maar pompoenen, dat is lekker, hoor. Ja. Linzen, dat is heerlijk, man. Druiven. Nou, ga mij niet vertellen dat druiven niet te eten zijn. Dadels, vijgen, zeg maar. Dat is allemaal gereduceerde CO2. En daar zit energie in. Er zit chemische energie in. Dat komt door die zonnestraling, dingen. Ze hebben dat zuurstof eraf gehaald. Die planten dan, hè. En die koolstof zit dan moederziel alleen en die wordt ingepakt in waterstof. Een beetje stikstof erbij. Maar dat is nog steeds energetisch. En dan stop je in je mond en die chemische energie. Dan denk je, oh, wat voel ik er zich. Oh, dat broodje kaas, dat zit er goed in. Ja. Of pasta met pesto. Dan krijg jij weer energie van die zonne-energie. Dat is het. En zo'n rare man als Jan Terlouw van D66. Dan denk ik, jongen, waar heb je het nou over? Ja, de CO2-concentratie in de atmosfeer is te hoog. Hoe weet je dat nou? Wij meten de concentratie koolstofdioxide sinds het einde van de 19e eeuw. En het is waar, momenteel is die hoger dan toen. Maar zoveel scheelt dat niet. Het lijkt me heel minuscuul, hoor. Even bijpakken. CO2, concentratie, en dan over time. Ja, CO2-concentratie historisch. Even kijken.
Even kijken. Waarom is er feit over? Waar staat het hier? Rommelige grafiek. Nou, je praat over... Ja, 0,3% ongeveer. Of 0,03%. Nee, 0,3%. 0,4%. Ja, ik heb ooit een grafiek gezien toen ik in Wageningen studeerde. Hadden wij een mooi grafiekje, dat je het echt vanaf 1900 of zo, dan zie je het voortdurend stijgen. Wat is dat dan hier? Dit is van een Belgische site. Ja, precies. En hier wordt dan gezegd, en dit is dan gepost in 2013. De CO2-concentratie in de atmosfeer overschrijdt de historische drempel van 400 ppm. Dat kan niet echt, want sinds CO2 gemeten werd, is het alleen maar gestegen. Dus. Wat staat hier nou? Dit is wel een hele rare... Klimaat.be. Hier een stomme zin. Boringen in het poolijs hebben aangetoond dat de CO2-concentraties in de 800.000 jaar voor de start van de evolutie, van de industriële revolutie en van het massaal aanwenden van fossiele energiebronnen nooit boven de 300 ppm gestegen zijn. Maar sinds dan zijn die CO2-concentraties gradueel en in de laatste decennia steeds sneller blijven stijgen om op 2013 een waarde van 400 ppm te bereiken. Dat betekent 400 deeltjes per miljoen. Nou, 400 gedeeld door een miljoen. Dat lijkt mij dan 4 gedeeld door 10.000. Dus dat is dan erg weinig. En dan staat hieronder. Wetenschappers geven al jaren aan dat de stijging van de CO2-concentratie in de atmosfeer een halt moet worden toegeroepen. En zelfs teruggebracht moet worden tot 350 ppm om de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde tegen het einde van deze eeuw, dat is de 21ste eeuw, beneden de 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industrieel temperatuurniveau te houden. En hier staat een foutje met haakjes, die lees ik dan niet door. De 2 graden doelstelling, dus een graden Celsius, die de internationale gemeenschap zich in 2009 gesteld heeft, moet voorkomen dat het klimaat op hol slaat en extreme weersomstandigheden veroorzaakt, met grote gevolgen voor de mens en de economie. Maar dat laatste stukje snap ik niet. Wat is de mens nu anders dan economie? Ik snap dat niet hoor. Ik snap het probleem niet. Nou, de CO2-concentratie is hoger dan vroeger. Ja, vroeger is dan vanaf dat we het zijn gaan meten, hè? That's it.
sinds het begin van de 20e eeuw. Allemaal in paniek raken. En dan gaan mensen die gaan er dan oproepen of opwerpen, moet je zeggen. Die gaan zich opwerpen als, ja, dat kan zo niet langer. En, zoals die Jan Terlouw van, ja, we gaan de Hemwegcentrale, die gaan wij sluiten. Ja. Waarvoor? Oh, vanwege de CO2. Ja, planten. Ga maar planten doen. Laat maar bepaald worden dat iedereen die mag op zijn balkon... of nee, iedereen wordt gevraagd om op zijn of haar of hun balkon... minimaal zoveel kilo CO2-opslag te doen. Ga maar denken aan een courgette of een pompoen. Tomaten, wietplanten, dat maakt niet uit. Door een beetje balkon kan wel wat kilo's dragen, hoor. Als je een balkon hebt op het zuiden, nou, go and knock yourself out, zou ik zeggen. Dan geven wij Nederlanders het goede voorbeeld. Zou ook mooi zijn, hè? Als je het toch over CO2-neutraal en al die dingen wil hebben. Ja, als je dan toch loopt te poepen, ja, je scheidt in een emmer, man. Een goede poep heb. Een emmertje met een beetje stro erin, of krantensnippers, of zeg maar. Papiersnippers, ja, ik zeg geen krant, nee, man. Een beetje mengen. Maar ja, op een flat is dat moeilijk. Dan gaat het wel stinken. Maar... en dan een beetje doormalen met verarmde grond. Dus heb je van die grond. Die plant op je balkon. Die grond is helemaal op. Even die grond vermengen met, ja, met stront. Het beste kan je denk ik koeienstront nemen. Maar als je zelf vegetarisch eet. Dan is jouw stront ook prima. Een beetje goed eten, laat ik het zo maar zeggen. Dan maal je door die aarde heen en hup, zaadjes erin. En wat willen we eten volgend seizoen? Tomaten, pepers, zeg het maar. En dan sla al die CO2 op. En zorg ervoor dat ieder balkon in de Bijlmermeer bijvoorbeeld... ieder balkon staat altijd vol met zoveel kilo aan planten. Ja, is toch makkelijk, of niet? Die daken van flatgebouwen, maak ze toegankelijk. En, ja, aarde erin, stront erbij, een beetje water erop. Planten erin, oké. Opslaan die handel. En dat je dan geen aardolie mag verbranden en geen aardgas mag verbranden, dat slaat nergens op. Maar vroeger kon de aarde al die koolstof laten circuleren. En door een ramp is die koolstof één keer gereduceerd tot planten en dieren. Is al dat organisch materiaal onder een steenlaag beland... Ja, nou ja, opnieuw verbranden. Burn, baby, burn. Er is niks aan de hand. Niet in mijn ogen. Er is niks aan de hand met het klimaat. Er is helemaal geen CO2-probleem. Hoe kom je erbij? Waarom? Net zo goed als met die klimaatvluchtelingen. Of zo. Nou, nee. Dat gaat er weer.
Ja, maar de zeespiegel die gaat stijgen en dan heb je zo dadelijk waar jij geboren bent, Perry, Amsterdam, Amstelveen, het ligt allemaal onder water. Ja. Heb je één grote zeepartij tot aan Amersfoort. Dat zal best. Maar voorlopig staan de strandtenten in Strandvoort. Die staan er nog, hoor. Die zitten vlak aan de zeespiegel. Maar die mensen maken zich er helemaal geen zorgen over. Ik heb het niet gehoord. Wel een keer als je een hele natte zomer hebt, dat je dan zo'n strandtent komt bij Zandvoort. En dat je wel ziet dat iedereen een beetje loopt te klagen. Van jeetje, man. Het regent de hele tijd. Dat is niet omdat de zee dan volstroomt. Dat ze denken van, ah, al die regen, oh. Nee, helemaal niet. Vanwege die regen komen er geen gasten. Ja. Dat is het enige waar ze zich zorgen over maken. Maar niet over de stijging van de zeespiegel. En ik ook niet. Ik zou niet weten waarom. Dan kan je denken van ja, maar als dan al die gletsjers die smelten en Arctica, de Noordpool, en die smelt en de Zuidpool gaat smelten. En het komt allemaal van de CO2. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet wat dat van de CO2 komt. Het is warmer hier op de wereld dan 200 jaar geleden. Duidelijk te zien. Nou, men. Ja, als het warmer wordt, dan hoef je geen kachel aan te doen. Hé, nee. Ja, dat scheelt weer CO2. En dan laat je van die, dan ga je allemaal planten laten groeien of dennenbomen, dat maakt me niet uit. Gewoon lekker laten groeien. Dat absorbeert allemaal CO2. En die dennenbomen, ja, uiteindelijk is het chop-chop. Een kaalslag. En die gaan allemaal de kachel in. En dan heb je weer CO2. En vervolgens groeien de dennenbomen weer aan. Of sparrenbomen. Klaver, zeg het maar. Wietplanten. Ik begrijp niet waar mensen bang voor zijn. Omdat Mark Rutte het zegt. En Mark Rutte is een bewezen leugenaar. Iedereen in Den Haag is een bewezen leugenaar. Ze verdienen de straf van excommunicatie. Ze moeten buiten de samenleving worden gezet. Want ze hebben in functie gelogen. Nou, een liegende burgemeester, daar heb je niks aan. Een liegende journalist, daar heb je niks aan. Een liegende wetenschapper, daar heb je niks aan. En ze liegen over 11 september 2001. Daar wordt over gelogen. Ze liegen over het nut van vaccinaties. Ja, dat weten we allemaal. Ze liegen over de Tweede Wereldoorlog. De vorige uitzending voor het slapen gaan. Over Adolf Hitler gehad. Maar dat zeggen ze niet. Ja, man. Nee. Dus waarom zou je dan wel geloven als het gaat om klimaatverandering? Want dat het komt vanwege het verbranden van die fossiele brandstoffen. Dus het terugbrengen van het koolstof van destijds. Ja, wat dan? Ja, allemaal planten waren en diertjes. We willen opnieuw planten en dieren. En dat mag dan niet. Want dat is anti-milieu. Ja, ik ben het kwijt. Hè? Ja, koolstof wordt geoxideerd en dan worden de planten gereduceerd. Klaar. Wij kunnen niks met CO2. Dieren kunnen ook niks met CO2.
Maar sommige bacteriën misschien wel. Maar de winnaar, de winnaar, dat zijn planten. De winnaars, dat zijn planten. Die absorberen CO2 en zetten dat om in koolwaterstof en alles wat erbij hoort. Dat kan je weer opeten. Ook zijn ze hier in Arnhem bezig, ook ja, om hier een wijk te maken waarin geen aardgas meer geleverd wordt. Oh, denk ik dan. En hoe moeten die mensen dan douchen? Ik ga toch niet hier in Nederland douchen in koud water? Dat dacht ik even lekker niet. Als je de afwas gaat doen, heb je toch warm water nodig, of niet? Wil je gaan afwassen in koud water? Echt waar, joh? Je hebt toch minimaal verwarming nodig hier in Nederland? Kijk, in Kenia heb je niet echt gas nodig. Zo heet daar. Je hebt een houtskoolvuurtje. Ga een beetje lekker barbecuen en dan klaar. Maar hier in Nederland heb je veel meer, man. Ja, en als je kookt, hoe moet je dat dan doen? Koken zonder gas? Hoe moet je dat dan doen? Huh. Ik denk dat ze van plan zijn om dan in een bepaalde wijk dat je alleen maar elektrische fornuizen hebt. Dus dan moet er zoveel kilowatt beschikbaar zijn. En dan ga je dat water verwarmen met elektra of elektriciteit. En je gaat koken met elektriciteit. Dus met een magnetron bijvoorbeeld. Dus die werkt op elektra. Dan heb je ook nog van die fornuizen. Er zit ook zo'n elektrodinges in. Mijn moeder had zo'n ding. Nou, daar kan je wel mee koken, maar doe mij maar gas, hoor. Als kok dan. Hè. Even de pan optillen om te kijken hoe groot de vlam is. Ja, dat mag dan niet meer. Zo, iedereen moet elektrisch koken. Een slecht idee. Punt 1. Wat ze doen is ze zetten dan. Want die elektriciteit die komt niet vanuit een hotline met de zon. Hè? Nee, ja, maf. Zo'n elektriciteitscentrale, ja, die werkt niet op zonne-energie hoor. Er wordt ook allemaal meuk verbrand. En dat gaat door een centrale pijp de atmosfeer in. En dan wordt dat die. Die chemische energie die wordt omgezet in elektra middels een turbine. Daar zit een rendement op van 30% of zo. Dus ja, je hebt 100% aan koolwaterstof energie. Ja, dan ga je eerst omzetten in elektrische energie. Nou, dan ben je gelijk kwijt. Inclusief het transport, want elektra transporteren, dat kost je ook nogal wat. In de zin van verlies. Als je gas transporteert, dan verlies je niks. Dat houdt dezelfde kwaliteit. En als je gas ja, in de fik steekt, ja, heb je 100% rendement, lijkt mij. En een hoop CO2 natuurlijk. En H2O. Dan zit je in één keer goed. Maar ga je er eerst elektra van maken? En dan die elektra gebruiken om de boel te verwarmen? Dat is stupide. Ik snap het niet goed hoor, hoe mensen zo dom kunnen zijn. Je kan niet van iedereen verwachten dat hij
verstand heeft van scheikunde. Maar van de mensen in Den Haag zou ik dat wel voor willen verwachten. Bepaalde maatregelen zijn stupide. Die hemwegcentrales sluiten in Amsterdam, dat moet je helemaal niet doen. Dat slaat nergens op. Wat is het alternatief dan? En die CO2 die uit die hemwegcentrale komt, en dan slaat dat dan op en verkoop het door. Geen enkel probleem, man. Geen enkel probleem. Ja, de CO2 die werd vroeger naar de kassen toegeleid vanuit de stadsverwarming. En in de kassen in het Westland, die planten die groeiden tegen de klippen op. Ja, en al die planten die dan gegroeid zijn, een deel van die plant qua kilo's, die eten we op. Dus courgette, aubergine, zeg maar, tomaten. En de rest, ja, doe er maar mee wat je wil. Verbrand die handel maar. Er is helemaal geen probleem met CO2. Een natuurlijk molecuul in de koolstofcyclus. En als koolstof niet circuleert, dan is het leven voorbij. Denk je maar even in, hè? Je doet een zaadje in de grond. En dan komt zo lekker zo'n, zeg maar, een dicotiel. Zo. Dus als je twee van die blaadjes krijgt, als het zaadje uitkomt, twee blaadjes. Dan is dat ding al aan het, zo gauw die blaadjes er zijn, wordt er CO2 geabsorbeerd. En des te meer CO2 er geabsorbeerd wordt, des te groter de plant wordt. En die absorptie van CO2, die hangt af van de temperaturen. Des te warmer het is, op voorwaarde dat er voldoende water is. Maar des te warmer het is, ja, des te harder het groeit. Geen enkel probleem. Dus als men zich zorgen maakt over de CO2-concentratie in de atmosfeer, ja. GroenLinks zou ermee moeten beginnen. We maken Nederland helemaal groen. Iedere tuineigenaar met tegels in de achtertuin, ja, die krijgt een boete. Of die staat zijn tuin af. Ja. Al die tegels eruit. Allemaal zaadjes in de grond. Laat me groeien, die handel. Ja, waarom niet? Wat is het probleem met CO2? Die koolstof die moet circuleren. De koolwaterstoffen die moeten verbrand worden. En de verbrande koolwaterstoffen, CO2, die moeten gereduceerd worden door chlorofiel. En dan hebben wij weer eetbare spullen. En dat wordt weer verbrand. En ja, zo gaat het maar door. Er is niks meer aan de hand. Het nare hoor van die meneer Jan Terlouw wat hij doet. Schadelijk voor onze economie. En benzineauto's willen ze verbieden. Er moeten elektrische auto's worden. Ja, maar dan ben je weer terug bij het oude probleem. Ga je mij vertellen dat als je van fossiele brandstoffen, dat zullen ze er echt van moeten gebruik maken hoor. Fossiele brandstoffen, dat je daar dan elektriciteit van kan maken. En dat dat dan uiteindelijk in het omzetten van... Dus van fossiele brandstoffen naar, of koolwaterstoffen, naar elektra. En dat dan omzetten in beweging.
Waarom? Waarom niet direct? Waarom niet direct fossiele brandstoffen omzetten in beweging? Waarom moet je die tussenweg nemen om er eerst elektriciteit van te maken? Dat kost je zoveel procent van je rendement. Kan je op je kop gaan staan, pak je rekenmachine erbij. In Amerika, in de tijd van het protestantisme, had je auto's en die reden op hout. Ja, waarom niet? Ik was gisteren met Wim Kruidentuin. Gingen we naar Almere. En we reden via Otterlo. Vanuit Arnhem. En Wim die koos een hele gekke route. Ik denk, wat doe je nou, man? Maar goed, als hij het even tegen mij gezegd had. Maar... wat ging hij nou op? De Johan de Witlaan ging die op. En nou, ik zei, Wim. En hij was al een half uur te laat. Wim, hou de tijd een beetje in de gaten, man. Wat ben je nou aan het doen? Ja, zei Wim, ik vind dat wel. Ja. En dan kwamen we dus inderdaad, zoals Wim had voorgesteld, gingen we door Otterlo. Mooi gebied, hoor. En dan zie je al die dode bomen liggen. Een of andere storm is er geweest. Of ja. Dan flikkert zo'n boom omver. Ja, die groeit niet meer aan. Er is geen CO2-opslag meer. Dan kan je twee dingen doen. Of je laat die boom lekker liggen. En dan puft die... dan puft die CO2 langzaam beetje bij beetje naar buiten. En na een tijdje is niks meer van die boom over. Dan is die boom verbrand. Heel langzaam dan wel. Maar hij is weg. De takken zijn weg, de wortels zijn weg, alles is weg. Dat is CO2 geworden. Ja, of je neemt zo'n stuk hout. Dan laat je een beetje drogen. Stukjes zagen. En dan doe je dat in je auto. Ja, dat werkt. Het is heel grappig. Wat ze dan doen, is dat ze je verbrandt dat hout onvolledig. Erg belangrijk. Je krijgt geen CO2, nee, je maakt koolmonoxide. Dat is toxisch, by the way. Erg gevaarlijk spulletje. En die koolmonoxide, die gaat een verbrandingsmotor in. Ja, en die koolmonoxide, die wordt geoxideerd tot CO2. Maar dat is gas na gas. Dus dan gaat CO-gas gaat erin. Koolmonoxide. En dat wordt verbrand door kooldioxide. En omdat je gebruik maakt van gas, dan kan je dus zo'n plofmotor kan je maken. Een stuk hout erin en dan kan je zoveel 100 meter rijden. Ja, niet 140 kilometer per uur. Maar... maar al dat dode hout hier in de bossen. Ja, maar... laat die planten lekker groeien. En ook die bossen, ik ken drie, vier, vijf van die biojongens. Ja, die kunnen zo zeggen wat je moet doen met de Hoge Veluwe. Dan kan je zo vol plempen met bomen, man. En die oude bomen, ja, die moet je er tussenuit halen. En gebruiken voor verwarming. Maar dat willen ze ook gaan verbieden, dat je geen houtkachel meer mag hebben in een stad. Dan denk ik, ja, waarom niet? Er is genoeg dood hout, hoor. En als je er niks mee doet, ja, het wordt toch CO2.
Dan kan je er net zo goed CO2 van maken, terwijl je dan lekker warmtjes bij de kachel zet. Of niet? Mm-hmm. Een logisch idee, toch? Maar D66 bijvoorbeeld, maar bijna heel politiek Den Haag, is voor CO2-klimaatveranderingsmaatregelen. Ja, voor mij hoeft het echt niet. Laten we het hebben over de CO2-neutrale oorlogvoering namens de NATO. Doen ze ook niet. Nee, dat mag allemaal alles kosten. Als een Europees parlement met al die gebouwen en al die leaseauto's en al die televisieuitzendingen met onzin. Ja, hou daarmee op. En laat ons met rust. Ik heb geen last hoor van de CO2-stijging. De zeespiegel zie ik niet stijgen. En inderdaad, het is de laatste jaren wat warmer dan. Maar dat weet je ook niet zeker. Dat kan ook een tijdelijk fenomeen zijn. Ik weet in de winter van 2009, 2010. Het is stervenskoud hier hoor. In Nederland, in Arnhem, waar ik dan zat. Hè. Oh, het hele kerkplein hier bij de Eusebiuskerk, dat was één grote ijsvlakte. Man. Ja, deze winter heb ik nog nergens last van gehad. Hoor. Ja, die hele koude winter, dat was 8 jaar geleden. Ja. Misschien wordt het nu wel weer een koude winter, ja, weet ik veel. Die zomer was erg warm, dat zonder meer. Ah, dat hebben we vaker meegemaakt. Wat is dat nou? Toen ik geboren werd in 1959, dat was ongelooflijk hete zomer. Zeg mijn moeder dan, hè? Ik ben geboren op 29 augustus. Mijn moeder was blij, man. Dus zweten, jongen, in die dagen. En moeten we ons nu zorgen gaan maken? Ik zou niet weten waarom. Martin, hè, een van die deelauto-gebruikers. Helemaal in paniek, jongen. Ja, we gaan allemaal dood. Nee, we gaan helemaal niet allemaal dood. Dat is helemaal niet waar. Wie dat verhaal de wereld ingeslingerd heeft... Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren naar dit voor het slapen gaan over CO2. En op zijn hamburgers zag ik tjus en dag lieverds.